De vorige keer. Help maar binnen. En Marnicus, jij zit op de voorste rij. Wow, wat een mooie zaal hebben ze hier. Ik hoop dat jullie in de toekomst heel veel plezier aan elkaar zullen beleven. En dat er snel een jonkie aan mag komen. Dan verklaar ik hierbij als burgemeester van de stad Mijntopia u als man en vrouw. U mag de bruid kussen. Wat is dit? Word ik gek? Zien jullie dit ook? Allemaal crazy mafia boys? Mag ik weg hier? Ik voel me hier niet veilig. Oké. Oh, ja. Oké, wij zijn met z'n drie binnen. Oh, er zitten zoveel mensen om ons heen. Crazy Buffy Boy hier. Overal zitten ze om ons heen. En jij zette er net ook een op. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Maar ik denk dat we hier weg moeten. En dat we niet veilig binnen zijn. Wacht. We nemen even wat eten en dan kunnen we denk ik best erboven gaan zitten. Ja, want hier beneden, daar is er ook eentje. Er zit overal zitten van die enge Crazy Mafia Boys, slaafjes of wat het ook zijn. Ik heb totaal geen idee. Eten nodig? Wie heeft er eten nodig? Ik. Oké, even kijken. Wat willen jullie? Je hebt nog keus zelfs. Een cakeje of een appeltje of een koekje? Dat kan me niks schelen op dit moment. Oké. Jullie krijgen wel wat appeltjes. Jij twee en jij twee. Oké. Laten we naar boven gaan. Misschien is boven toch iets veiliger dan hier beneden bij die... Pas op, niet dicht bij de ramen trouwens, hè. Iets veiliger, want ik weet niet hoe ze de macht hebben over die mensen. Of hoe Crazy Mafia Boy de macht heeft. Maar dit kan nooit goed zijn. Oké, Peertje is als goed is ook nog boven trouwens. Peertje! Word wakker! Hey! Hoi. Hoe gaat het met jou? Goed. Oh, gelukkig. Heb je helemaal niks meegekregen van wat hier beneden gebeurd is? Nee. Oh, ze staan allemaal gek om ons huis heen. Blijf hier lekker op het bed zitten. En blijven jullie ook eventjes hier? Ja. Geef mijn handen wassen. Jezus, dat is toch niet normaal? Oh, is er altijd wel weer wat. Altijd wel weer wat hier met die Crazy Mafia Boy en die Birko. Godsamme baba. Ik weet niet of hier binnen wel zo lang veilig zitten. Even kijken vanaf boven. Kom maar even kijken hier. Oké. Het is vrij rustig op straat op. Oh! Pas op! Ga naar binnen. Hallo? Oké, naar binnen. Oké. We moeten de deuren dicht houden dus. Wat moeten we nou doen? Misschien moeten we hier zo vanaf het balkonnetje springen of zo. Oké, hier kunnen ze niet komen. Hier staat ook niemand meer. Hey. Oh nee, daar staan ze wel. Pas op. Naar binnen. Nee, dit is toch niet normaal? Er zijn zoveel mensen gewoon. Dan denk je dat ze even weg zijn, maar dan komen ze weer terug. En er zijn zoveel mensen hier. Overal om het huis, ik zie het. Waarom staan al die deuren open hier? Dat vraag ik me ook af. Huh? Die stonden net nog niet open. Hey. Peertje! Peer? Waar is Peer? Nee! Wat staan hier mensen hier beneden? Pas op! Oké, ik ga beneden kijken. Wow! Bitje, nee! Nee, wat? Zoveel mensen hier! Hoe komen jullie hier binnen? Peertje, je hebt de deuren toch niet open? Maar ben je Peertje nog wel? Peertje is weg! Dit is Peertje niet meer! Nee. Hallo meneer! Hallo? Even geef me een bloemen! Dankjewel, een witte tulp. Maar wat doen jullie hier? Waarom slaan jullie mij? Waar moet ik heen? Waar duwen jullie mij heen? Wat heeft dit te betekenen? Oké. Ik doe wat jullie willen, zolang jullie maar niemand pijn doen. Oké, ik doe de deur wel even dicht. En moet het die kant op? Of wat? Is dit jullie leider van de Crazy Mafia Boy slaafjes? Oké. Wel een schild. Ik loop er wel tussenin. Dit is heel raar. Ik volg maar. Ik wil ook niet dood. Nee. En we zien wel wat er gebeurt en waar we heen worden gebracht. Wastelands, wat doen wij hier in Wastelands? Hier, wat is dit? Dit is een huis. Moet ik hier naar binnen? Oh ja, ik loop wel naar binnen. Hoef maar rustig te zeggen. Wat is dit voor... Zitten we nou met z'n drieën opgesloten? Ja. Wat is dit voor klein, smal, hoog huisje? Esmee? Ja. Wat is er met je man gebeurd? Dat weet ik niet. Peertje, houd wel nog steeds een Peertje vast, maar Peertje is er niet meer. Peertje?
Stop. Wij zijn onschuldig. Mogen wij ergens anders heen? Ik wil hier niet zitten. Dit is veel te klein, dit plekje. Het is hier, ik voel me hier opgesloten. Wat? We mogen weg? Oké, weg hier. Maar wat is er met Chokran en Peertje aan de hand? Dit voelt echt niet fijn. Oké. Nog verder Wastelands in? Oh. Nee, daar heb ik echt geen zin in. Ik wil niet nog verder Wastelands in. Ik ben hier al zo vaak geweest. Hier zit het vol met gevaren. En demonen, dat weten jullie toch? Of zijn jullie nog steeds... Bang van demonen. Oh. Hoe kan je dat weten? Oké, waar gaan we heen? Gaan we gewoon lekker naar mijn drugslab? Waar niemand iets vanaf weet, hoop ik. Nee, daar gaan we niet heen. Huh? Nee. Hij knikt ook nee. Hoe weet hij... Kareltje weet... Die weet het wel. Mijn crazy mafia boy, die weet alles natuurlijk. Ja. Oh, hier heb je Delphin. Oh. Die gaan ze toch niet meer bemoeien, hè? Ik hoop het niet. Nee. Oké. Waar gaan we heen? Het lijkt alsof we naar een spookstad gaan of zo. Ik wil er niet heen. Jongens. Ik wil naar huis. Ik ga naar Heratopia. Ik ga gewoon naar Heratopia. Oh! Hier zijn ook al... Ik ben helemaal omsingeld gewoon. Esmee, wat moeten we doen? Moeten we ze gewoon... Ja, oké, we volgen ze wel gewoon. Misschien zijn het gewoon hele vriendelijke mannetjes. Maar ik ben dus wel door Crazy Mafia Boy bedreigd, want hij geld van me wilde, maar... Oh. Ik wil hem geen geld geven. Dat krijgt hij helemaal niet. Dat verdient hij niet, die vieze... Oké, dit is lava. Wat moeten we bij lava doen? Wat moet je hier? Prank, zo'n prank. Wat? Wat is dit voor flauwe? Is het... Wat? Was dit een prank? Ik was bijna in mijn broek aan het poepen. Zijn die aan het grappen allemaal? Kijk, het is gelukkig. Hij was gewoon een broek poepen. Het kon mij fijn. Nee. Wat doen jullie dan? Wat doe je nou? Nee! Dit is wel een social experiment. De prank gaat fout! Jullie prank is helemaal fout hier, Chokron! Kom bij de lava vandaan! Kom, iets. Is het al zo gaat laat? Het? Ik moet gaan. Nee! Ik ook, ja. Van wie was het? Van wie moesten jullie deze prank uithalen en mij bang maken? Van Karel! Van Karel? Had die Lana er ook iets mee te maken? Nee! Je bent net pas getrouwd en nu al is ze weg. Sorry, gecondoleerd. Hier heb je een bloemetje voor jou. Alsjeblieft, een bloemetje. Oh. Ik heb niks aan een bloemetje. Nee, dat snap ik. We gaan de beste begrafenis ooit voor je regelen. Maar we hebben helemaal niks meer van haar. Oh, dit is verschrikkelijk. Dit is een hel. Waarom... Wat gebeurt hier? Oh mijn god, de prank gaat totaal fout. Dit is niet de bedoeling. Nee! Wat denk je? Je niet wat dat jullie doen? Nee, Crazy Mafia Boy is hier. Nee! Het einde ging compleet fout. Chokron is zijn Elytra kwijtgeraakt door een ongepland ongeval door Rovis Place. Hij sloeg Chokron onverwachts in de lava en hierdoor is Chokron zijn Elytra kwijtgeraakt. Wil jij weten hoe dit avontuur verder gaat? Laat dan een like achter en laat weten hoe jij denkt dat het af gaat lopen.